Ronald Roel, welkom. Dank je. Het voelt best heel bijzonder, zal ik je verklappen, om in dit ATHOS-programma jou aan die kant van de, het gesprek en aan de microfoon te hebben. Want ja. Je bent toch echt, sinds mensenheugenis zou ik bijna zeggen, een van de gezichten van ATHOS. Ja, wel een beetje, ja, zeg ik dan maar. Toch in een zekere bescheidenheid, ja. Ja. En als we dat voor de kijkers en luisteraars even terughalen, wat doe jij allemaal bij ATHOS? Nou, ik heb natuurlijk in het verleden veel meer gedaan dan ik nu doe. Ik ben er op een gegeven moment mee gestopt. Want ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Aan alle goede dingen komt een eind, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de lokale politiek van Zwijndrecht dan natuurlijk, mm-hmm. Maar ook in woonplaatsen waar ik daarvoor woonde, was dat ook al het geval. En toen in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen eraan kwamen, toen vroeg de ATHOS mij weer terug om rondom die verkiezingen, dus dat is al 4 jaar geleden, ja. om daarvoor dan toch weer wat met die lokale politiek te gaan doen op de lokale radio. En zo ben ik weer teruggekomen. Daar is het ATHOS Politiek Café uit ontstaan. Dat elke laatste vrijdag van de maand op ATHOS Radio wordt uitgezonden. De eerstvolgende is op 22 april trouwens. Het is op moet ik het helemaal correct zeggen, op de vierde vrijdag van de maand zitten. Dat is meestal dus wel de laatste, maar niet altijd. Dus iedere vierde vrijdag van de maand Politiek Café. Politiek Café. Ja. En dan, dat presenteer ik dan met wisselende gasten. En zo hou ik me nog bezig met de politiek. En natuurlijk nu bij de afgelopen verkiezingen heb ik het ook heel druk gehad. Want toen hebben we nog wat extra programma's gemaakt. Ja. Ook samen met Rijnmond. En nou ja, dus... Nou weet ik van de laatste verkiezingen dat de opkomst... het woord dramatisch is op zijn plek. 43% in Zwijndrecht. 43% is wezen stemmen, dus... Ja. Dus 57% dan niet. Nee. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou, ik vind dat uitermate teleurstellend. Ik bedoel, als je ergens woont, dan ben je toch eigenlijk kwalitate qua, zou je kunnen zeggen. Omdat je er woont, ben je toch betrokken bij wat er gebeurt in je omgeving. Ja. En alles wat er gebeurt in de omgeving wordt op de een of andere manier door de politiek beïnvloed. Of zelfs bepaald. En als je daar dan de kans krijgt om eens in de 4 jaar, het is weinig, dat weet ik, mm-hmm. Je hoeft maar 1 dingetje, 1 vakje in te vullen. Maar als je daarvoor dan de kans krijgt, waardoor je toch enige invloed uit kunt oefenen op datgene wat er gaat gebeuren in jouw omgeving. Nou, grijp die kans dan. Ja. Laat hem niet liggen. Ja, maar op de een of andere manier geloven mensen dat niet meer. Snap je dat? Nee, precies. Nou ja. Dat is ook de reden waarom we hier zitten, samen met Gerard Baan. Gerard Baan is aangeschoven. We zijn met z'n tweeën hier. Wij hebben geconstateerd dat de politiek eigenlijk zichzelf een klein beetje verwaarloost en zich buitenspel zet. Want, Ja, de verkiezingsretoriek. Ja. Die is al ontzettend misleidend, omdat we een coalitieland hebben. Ja. En dat is natuurlijk al jaren is dat zo. Maar dan schept men verwachtingen met die kreten. En die worden nooit waargemaakt. Ja. En dan zijn de mensen teleurgesteld. Bij die verkiezingsretoriek komt ook altijd heel duidelijk naar voren dat we moeten met de burger praten. Ja. En men heeft die burger alleen nodig om te praten als ze denken dat ze er voordelen aan hebben. En als er kritische geluiden zijn, ik heb in een situatie gezeten waar 3000 mensen gebedeld hebben om over een ingrijpende beslissing die men ging nemen in de politiek, mee te mogen praten. Ja. Dat mocht niet, want ze hadden enorme goede contacten al jaren met de ondernemersvereniging. En dan zie je toch... Dat, wie is er dan bepalend? Dat is het economisch belang en niet van die burger. En als, ik zou dat nog kunnen illustreren met een heel typisch voorbeeld, maar laat ik dat niet doen. Want ik ben wel even benieuwd naar dit voorbeeld. 3000 mensen die eigenlijk moeten smeken om mee te mogen praten. Over welk dossier hebben we het dan? Dan hebben we het over het verkeerscirculatieplan in Zwijndrecht. Mm-hmm. En onder andere
benaamde Blauwe Brug, die komt dan bij mij vandaan. Ja, 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 ja. Maar ja, ja. Zo blauw ben ik niet. Mm-hmm. En, dus daar hebben we om gebedeld. Wij hebben zelf onderzoek gedaan, tellingen gehouden. De mensen die hebben dagen zitten tellen. Mm-hmm. En als er dan via de politiek vragen gesteld worden aan het college in een raadsvergadering, dan gaan ze dat uitzoeken en dan zeggen ze tegen de betrokkenen: hoe komt u aan dat getal van die 500 vrachtwagens? Dan zijn ze er logisch. Je gaat daar zitten 24 uur en je gaat gewoon zitten tellen, heel simpel. Ja, ja, nou, dat klopt niet. Zij hadden module en een van de modulen, die hebben ze gebruikt. En laat ze nou toch ook na hele studies uitkomen op om die, ongeveer die 500. Dan ja, word je als burger eerst belazerd. Maar dat is toch wel heel bijzonder. Ik bedoel, je hebt burgers die gaan tijd investeren, die gaan tellen, die nemen het dus gewoon echt waar. Ja. En die worden dan aan de kant geschoven. Ik bedoel, je zou moeten beginnen met te denken van je hebt vertrouwen in de burgers die de tijd en de moeite nemen om het echt te gaan zitten tellen. Ja, ja. Dat, zo zou het moeten zijn. Maar ja, de politiek weet het soms beter dan de burger. Hè? Dat ja. is het probleem. En dat is ook het punt waarom wij hier eigenlijk een beetje zitten. Want wij hebben via een omwegje weer de kat de bel aangebonden. Even ter verklaring, Gerard en ik, wij zaten jarenlang samen naast elkaar op de publieke tribune zijn van de gemeenteraad. Jullie zijn ongelooflijk atypische inwoners van Zwijndrecht. Want misschien wel, ja. Wie heren gaat nu week in week uit, jarenlang achtereen, bij politieke beraadslagingen zitten? Je zal maar een hobby hebben. Ik doe het vanaf mijn 16e jaar. Ja. En, dus ik heb burgemeester Slobben en alles wat daartussen zit meegemaakt. Ik moet politieke partijen soms erop attent maken dat hun vorige generaties dat en dat en dat hebben altijd besloten. En dat hun ideologie was. Ja. Want maar heb je dan nooit de ambitie gehad om op zo'n raadszetel te gaan zitten? Nee, want dan krijg ik een etiket op mijn kop. En ik ben partij niet gebonden. Mm-hmm. Ik ben onafhankelijk. En als onafhankelijke heb ik in alle adviesraden die je maakt, kan me bedenken. Van een emancipatieraad. Trouwens, Ronald ook. De Raad van Cultuur en Recreatie. En in alle adviesraden. Ik ben voorzitter geweest van de seniorraad. Overal erin gezeten. Maar je had als voordeel dat ik ben geen lezer. Dat liet ik voor me doen. Ja. En omdat ik dyslexie heb, dus ik moet het allemaal hier, moet ik het opslaan. Nou is het zo, als jij gewoon in de wandelgangen, want dat is erg belangrijk, de lichaamstaal in een raadszaal, ja. Daar kan je, dat zegt veel meer als zo nota, hoe men de mensen reageren op de ander. En in de schorstingen, die zijn helemaal mooi, want dan loop je overal tussendoor. Ja. Want je bent een bepalend gezicht geworden. Ja. Eén van hun op dat moment. Maar je krijgt een stuk informatie die jij weer kan gebruiken naar organisaties toe. Ja, maar wat zal de coronatijd dan vreselijk voor jullie zijn geweest? Ja. Want niks lichaamstaal. Dat was ook zo. Kopjes op een laptop. We konden het thuis op de pc of op de laptop konden we het volgen natuurlijk. Dat is overigens wel een winstpunt van corona. Want daarmee is natuurlijk toch het wat breder onder de aandacht brengen van de raadsvergaderingen. Zodat mensen thuis kunnen volgen. Dat is natuurlijk wel daardoor een blijvend fenomeen geworden. Maar wat er nu opeens gebeurde, dat was half februari, toen waren ze de raadzaal in het gemeentehuis van Zwijndrecht aan het verbouwen. Ja. Want ze veronderstelden daar dat corona nog vele jaren zou duren misschien. En dus de raadsleden die moesten in de raadzaal 1,5 meter uit elkaar gaan zitten. En de desks waarachter die raadsleden zaten, die zijn allemaal losgeschroefd van elkaar en die zijn uit elkaar geplaatst. En toen was er opeens geen ruimte meer voor een publieke tribune.
Dus wij werden verbannen naar de hal van het gemeentehuis waar we op een scherm zouden kunnen kijken. Maar ja, dan kun je ook wel thuis blijven, dan kun je ook thuis kijken. Maar dan mis je dus de essentie, wat Gerard net aangeeft, van wat er in zo'n vergadering zich allemaal afspeelt. En ze weten allemaal dat ik een gehoorprobleem heb. Ik heb meer problemen, maar dat gehoorprobleem. En dan moet je in een hal gaan zitten, waar allemaal mensen met elkaar ruis, die hoeven niet stil te zitten. En dan moet je naar zo'n schermpje gaan zitten kijken. Ik hoor daar niks, ik zie daar niks. De lichaamstaal. Ja, die mis je. Maar heren, een van de problemen van de politiek, het moet trouwens ook in de openbaarheid. Zeker. Is dat het publiek afhaakt en dan gaan ze in Zwijndrecht dat een handje helpen door het publiek de raadzaal uit te schuiven. Ja, precies. Dat is zo in tegenstelling tot wat je zou verwachten. Als je merkt dat je zo weinig interesse in de politiek hebt, doordat de opkomst zo laag is, 43%. Dat is bijna een record in Nederland, maar goed. Dan moet je juist zorgen dat die vergaderingen in ieder geval toegankelijk zijn en dat ze misschien ook wat aantrekkelijker kunnen worden voor het publiek. Nou verwacht ik niet hele dromme mensen, maar het is toch essentieel dat in een democratisch proces dat een vergadering van het gekozen orgaan van de gemeente dat toegankelijk is voor het publiek, voor degene die mensen gekozen hebben. Hè, en die andere 57%. Maar, ook dus. Ja. Maar goed, de burgemeester heeft ons vorige week uitgenodigd voor een gesprek daarover. En die was het helemaal met ons eens. Ja. Dan denk ik van waarom is hij het nu met ons eens en waarom heeft hij dat zelf niet eerder bedacht voor half februari toen ze gingen sleutelen aan die raadzaal. Notabene toen de regels van afstand houden bijna voorbij waren. Dus het was wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Je ziet ook dat er met allerlei uitvoeringen die de gemeente gaat doen, men de verkeerde mensen aantrekt. Je gaat toch niet een raadzaal waar vaste blokken aan elkaar getimmerd zijn, gewoon doorzaken en planken er aan de. Oh, dat is grof gezegd, het is keurig afgewerkt hoor. Ja. Maar dat ga je toch niet doen. Dan moet je een visie hebben om te zeggen, jongens, we gaan tijdelijk uit elkaar, maar als het bij elkaar moet komen en de periode is voorbij dat nodig is, en het moet bij elkaar komen, dan moeten de twee ambtenaren dat in 2 uur tijd tegen elkaar kunnen schuiven. Ja. Zo ga je iets een flexibele maken opstelling en neerzetten. Ja. En ze zijn bijna een half jaar bezig geweest voor die verbouwing. En toen de verbouwing klaar was van die raadzaal en de hele publieke tribune eruit gesloopt was, toen waren de maatregelen waren niet meer nodig. Nee. En dan moet je, als je 2 jaar voor een schermpje hebt zitten klooien, dan moet je op dat moment moet je in een hal gaan zitten. Ja. Nou, dat pik ik als burger niet. Nee, op zich begrijp ik dat. Ik neem aan ook dat de boodschap is geweest aan de burgemeester, Hein van der Loo. Het is goed gebruik als je een gesprek hebt met de koning om daar niet uit de school te klappen. Maar volgens mij mag je best iets vertellen over wat je met de burgemeester hebt uitgewisseld. Hij heeft ons de toezegging gedaan dat op korte termijn, hij kon niet echt een termijn noemen. Maar goed, laten we aannemen dat hij zijn woord houdt en dat toch binnen enkele maanden geregeld is, dat de zaak toch weer een beetje in elkaar geschoven wordt. En dat er dus op de oorspronkelijke plek waar de tribune was, dat daar weer stoelen komen te staan. Misschien wat minder ruimte dan er was. Ja. Nou, op zich is dat niet zo heel erg, want zo gek veel mensen zaten er nou ook niet op de publieke tribune. Wil jij de lichaamstaal van de raadsleden kunnen zien, dan moet je trapsgewijs kunnen zitten. Ja. En dat was zo, 3 treden. Wij zaten op de tweede trede. Je had echt een tribune, zeg maar. Als je het oude gemeentehuis nam met de oude raadzaal, die architect die had doorgedacht. Ja. Want daar zat het publiek op een hoogte. Mm-hmm. Het publiek keek op zijn gekozen kiezers of vertegenwoordigers in de raad neer. Dat was het publiek. Ja. En dat publiek dat werd steeds verder weggedouwd. Het is maar een klein onderdeeltje, maar je maakt het er niet aantrekkelijker op voor een burger om daar te komen. Nee. In het verleden heb ik wel gestaan, omdat we toen een raad van cultuur en recreatie hadden,
Daar had de gemeenteraad een budget gegeven aan die raad. Die raad functioneerde net als de gemeenteraad, ja. Maar was alleen samengesteld uit mensen uit de maatschappelijke groeperingen. Uit de sport, bibliotheek, heel de duivelse boel. Ja, die waren bij elkaar gebracht. Ja. Op dat moment had je een sterke betrokkenheid van de burger bij hetgene in de welzijnssector, bij dat beleid. Ja. Wij stonden als leden van die raad, stonden we op het plein en dan hadden we alle mensen, ja, ga niet naar de gemeentehuis hoor, omdat dat drempel verhoogd was. Dus kom op, ja. Ik sta buiten daar en neem jullie mee. Die publieke tribune, die zat tjok en tjok vol, bij een raadsvergadering zag je dat niet. Want dat is niet iets wat je even in een weekje doet. Hetgene wat kapot is gemaakt op dat punt. Ja. Niet alleen in Zwijndrecht, maar overal. In den landen overal. In de landen. Mm-hmm. Dat is dat men op die wijze, door dat niet te doen, afscheid heeft genomen van die burger. En zijn motivatie. Ja, maar ik ben altijd wel op zoek. Ik ben ook politicus, dat weet je wellicht. Ik ben ook wel altijd op zoek van, heeft die lokale politiek nou afscheid genomen van de inwoners? Of hebben de inwoners eigenlijk ook afscheid genomen van die lokale politiek? Hoe zit dat proces? Ja. Wat hebben jullie de burgemeester daarover verteld? Nou, kijk, op zichzelf is die lokale politiek altijd een beetje naar binnen gekeerd. Dat is nou eenmaal, het proces is soms ook natuurlijk voor de burger niet altijd te volgen. Het gaat soms over dingen die heel erg saai zijn en niet aantrekkelijk. Maar de politieke partijen, die moeten natuurlijk toch wel meer met hun achterban overleggen. Maar ja, wat is de achterban van een politieke partij? De landelijke partijen die in de gemeenteraad van Zwijndrecht vertegenwoordigd zijn, die hebben misschien een handjevol leden. En ik vraag me wel eens af hoe vaak ze met die leden vergaderen. Ik ben bang dat het toch niet veel verder komt dan de fractie alleen met een enkele aanhanger en dat is het dan. Nou ja, ik en de lokale partijen die lokaal ontstaan zijn, nou dat zijn er twee, we kunnen ze met naam en toenaam noemen natuurlijk, Algemeen Belang Zwijndrecht en de Zwijndrechtse Pluspartij, zijn geen ledenpartijen, die hebben geen leden. Mm-hmm. Wie is dan hun achterban? Ja. Ja, dat is heel Zwijndrecht zeggen ze altijd, maar ja, het is toch een beetje een beetje in zichzelf gekeerd. Ja. En die burger erbij betrekken, dat doen ze wel een paar weken voor de verkiezingen. Maar daarna is het weer over. Hè? Ja. Terwijl er toch zoveel zaken zijn die voor de mensen nuttig en interessant zijn. Nou, zorg dat je naar buiten gaat. Vergader niet te veel juist in dat gemeentehuis. Hè? Beperk dat tot de noodzakelijke vergaderingen. Mm-hmm. Maar ga verder naar buiten, ja. Organiseer andere bijeenkomsten op andere plekken. Verbind je met het dorp. Ja, precies. Dat moet gebeuren. Want mensen kennen de gemeenteraadsleden ook helemaal niet. Ze weten hooguit wie de burgemeester is, maar zelfs dat misschien niet eens. Ja. Wethouders kennen ze al helemaal niet. En nou ja, dus doe wat aan je eigen PR, zou ik zeggen. Daar moet heel actief op gestuurd worden eigenlijk. Ja. Ja, heren, eigenlijk nog een afrondende vraag die ik toch even met jullie wil doornemen. 43% is opgekomen in maart 2022. Hoe gaan we de tij keren? Wat moet die lokale politiek nou doen om in maart 2026 weer eens rond die 60% te zitten die we eigenlijk nodig hebben? Liever nog hoger. Of nog meer, ja. Nou, ik gaf het al een beetje aan. Ga naar buiten. Hè. Wend je tot de burger. Hè. Betrek ze erbij. En, wat heel belangrijk is, Gerard, want jij gaf het al aan met het verhaal over de blauwe brug. Suggereer niet naar de burger dat hij ten alle tijde zijn zin krijgt. Hè. Inspraak is goed, maar maak er geen schijninspraak van. Ga geen voorgekookte plannetjes aan de burger voorleggen. Ja. En zeggen van, zijn jullie het ermee eens? Want de uitkomst staat al vast en dan heeft het geen zin. Echte inspraak dus. Echte inspraak. Ronden we daarmee af. Ja. Dames en heren, mag ik misschien nog één opmerking maken? Je zei zelf, ik ben ook kom in de politiek. Ja. Ik meen Apeldoorn, hè, als ik me goed herinner. Dordrecht ook. Oh, ja, dat is waar. Maar het punt is, het Veerplein werd net genoemd. Ja.
als je daar inspraak wil houden, dan heb je te maken met 5 groeperingen. Ja. Die alle 5 een verschillende mening hebben. En dan moet je als politiek toch weer knoop doorhakken. En daar moeten de keuzes gemaakt worden. Dus de problematiek voor de politiek begrijp ik ook wel. Ja, hartstikke mooi dat je dat toch ook inziet. Dames en heren, dit was Zoals de Waard Is. De tijd verloopt voorbij. Tot volgende week.